Mijn naam is Matti en als equipment manager ben ik namens Maasvlakte 2 verantwoordelijk voor de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de SQC's en de QC's. En een heel belangrijk project voor Maasvlakte en voor Kalmar, de bouwen van de kraan, is het schijvenproject. Het symptoom wat naar voren kwam is een wat hoog verbruik van trolley en hijsdraden. Daardoor heb je de impact voor de operatie dat je vaker moet wisselen dan dat je eigenlijk zou willen. En de directe oorzaak die daaruit naar voren kwam was dat de hardheid van de schijf in combinatie met de hardheid van de draad, dat niet volgens de geldende ontwerpnormen was. Bij elkaar moeten wij 60 schijven wisselen. In de backreach, bovenop de brug, op de main trolley en uiteraard op de boomtip. Het gewicht van de schijf is ongeveer rond de 150 kilo per stuk. Het schijvenproject duurt per kraan, per SQC ongeveer 3 weken. Dus dat hebben we wij 10 of 8 SQC's moeten doen. Voor de Bartskraan is dat 2 weken. Mijn naam is Mark Vroegnewij. Ik ben sinds een aantal maanden betrokken bij het runnerschijfproject. Onze taak is om het kaderplan zo goed mogelijk in te richten, efficiënt. Zodat we de los- en de laadkas goed kunnen verdelen over de terminal. En de juiste kranen op de juiste posities hebben. Vanuit beurtplanning is de impact verkleinen van het grote kraanonderhoud de grootste uitdaging. Er waren momenten dat we 2 AAA's voor de kant hadden liggen, waar we maximaal 3 kranen op konden plaatsen. Dit was iets wat de portstay hevig verlengde en dat de boot uit het schedule reliability target zou vallen. Hiervoor hebben wij diverse afspraken gemaakt binnen Maersklijn en met de projectmanager om van tevoren te weten waar we aan toe waren. We hebben een grote checklist gemaakt met de eisen en de wensen van de projectmanager en de klant. Daarom hebben we de impact zoveel mogelijk weten te verkleinen. Nou, in het belang van de klant is tijdens het project besloten om de huidige kraan, de SQC 58, naar voren te halen. Omdat dat is een van de moeilijkste kranen, omdat die de 2 andere kranen buitenspel zet. Nou, en in het belang van de klant hebben we gekozen om die kraan nu naar voren te halen gezien het verwachte kadervolume. Dus dat vind ik een hele mooie samenwerking tussen TAM en OPS. De grootste uitdaging voor mij is dat de kraan binnen afgesproken tijd weer opleven en dat iedereen elke dag weer gezond naar huis toe gaat.